naam is Glenn Breyne. Ik ben verantwoordelijk voor dat wat de extrusie is binnen de site Simbas 5 hier. PC-extrusie, VS-extrusie, compondeerafdeling, Recuplijn, onze nieuwste machine hier. Ik ga een kort woordje uitleg geven over wat dat project behelst eigenlijk. De verschillende polypropylene afvalstromen komen hier allemaal terecht. Het grootste afvalstream is balen, komende van de bulk continue filament afdeling, die we dan op een transportband gaan leggen. De bindijzers verwijderen. De transportband gaat dat materiaal dan naar de machinelijn. Eerst via een metaaldetector en dan gaat het naar de snijkamer. En daar staat er een stationair mes om in feite de oneindige hardes te gaan versnipperen in kleine deeltjes. Dan via een speciale geometrie van het concept van de machine worden die versnipperkjes geduwd naar de schroef van de extruder. In de vijfde zone wordt het ontdaan van het vocht, enzymage, spinol die er kan in zijn. Dus door een vacuumpomp, een watering vacuumpomp. Dan een beetje verder gaan we dat gaan filteren om dus onzuiverheden, contaminatie, houtstukjes of gelijk wat, we gaan uitfilteren. En dan op het einde van het proces hebben we een onderwateren granulatie die in feite de smelt gaat verkappen tot korreltjes, tot bolletjes, plasticbolletjes. Dat we dan gaan stockeren in silo ofwel in big bags voor de verdere verwerking dan. Die zwarte korrel, dus die plastiekkorrel, dat regenranulaat, gaan we dan hergebruiken op de vezelextrusie om dus terug zwarte files van te maken voor toepassing van automobiel en expo binnen de Balta groep. Dit is een mooi voorbeeld dat Balta gelooft in recycleren en sustainability.